Jongens, welkom bij een nieuwe unboxing hier op Gamersnet.nl. Naast mij zit Salim. Naast mij zit Peter. En achter de kamer zit Akeo. En die zei net al van, ja maar er wordt nu al op de Labo bandwagon gesprongen. Het is niet normaal. We krijgen ook een ton opgestuurd. We hebben gejat in de game industrie. Ja. God. Ja, maar het is geen Labo. Het is gewoon een kartonnetje van Ubisoft kregen we dit thuis gestuurd. En dat is heel lief van ze, want het is natuurlijk iets van, is het te zien dat dit van Far Cry is? Het zal wel een sector-logo zijn. Sector-logo, er valt er allemaal hout uit. Echt? Ja, ik heb hier gewoon hout. What the fuck? Een stukje, nou dat zal wel in die doos zitten. Terwijl, volgens mij is het ook een beetje de bedoeling dat het een beetje cheapo is. Als in van, het is echt zo'n soort van illegaal pakketje waar ze alleen hun logo op hebben gedaan. Ja, tenzij gewoon heel veel mensen die games spelen, krijgen wij gewoon weer gewoon figurines toegestuurd. Dus dan kun je allemaal die game kopen. Stel, er zit alleen zaagsel in. Alleen zaagsel, dan is het een hele korte unboxing. We gaan hem openmaken. Aan jou de owners. De owners. Nou, daar gaat hij. Even de mic. Nou, allereerst zit hier een. Hier zat denk ik de game in. Nee. Ik wilde alleen weten wat de boodschap was. Ah, ja. Zal ik het voorlezen? Het is wel iets Engels. Dear child, the project at Eden's Gate welcomes you in Hope County, Montana. The end is upon us. Be prepared for the imminent. Use the survival pack. Soraya, ik vind jij dit dat hij dit goed doet? Soraya geeft Engels. Die is Engels leren. Nog Engelser dan? Ja, dit moet heel Engels. Dit is niet goed. Super. Of Amerikaans eigenlijk, toch? Eigenlijk Amerikaans. Kom eens even bij Soraya. Dan ga jij gewoon checken of het goed is. Ik wil weten hoe jij als lerares bent. Now, we got this package that was from the NRA, but it's not. Dear child, the project at Eden's Gate welcomes you in Hope County, Montana. The end is upon us. Be prepared for the imminent. Use this survival pack when you explore Hope County. Remember, souls do not harvest themselves, Joseph C. Wow. America. Maar jij geeft natuurlijk Brits-Engels. Ja, keihard ook. British. Nee, ik ga het niet eens Amerika proberen hoor. Nee. Daar word ik uitgelachen. Ik hartstikke goed gedaan. Ik denk dat hij een zesje. 5,5. Lijn is in. 5,4. Er zit een krantje bij, de Hope County Chronicle. Ik vind het een leuk krantje. Kijk, hij, dat is wel leuk, hij is Dan Hay. Dus zij zeggen, Dan Hay? Wie is Dan Hay? Nou, dat is de director. En heb ik een keer een Games at Radio meegemaakt. Wat vet. Ja, echt hij als co-host, echt een half uur lang. Dat was super vet. Ja, was heel leuk. Oh, toch. En hij heeft zo'n stem. Ja, moet Dan Hay opzoeken, hij is hilarisch. Dan Hay is echt heel, hij is ook Far Cry. Hij is ook Far Cry. En verder, het is een krant en dus er staat allemaal nieuws van de hele wereld staat erin. Het is echt bizar. Ze breken natuurlijk ook een beetje de vierde muur. Hè? Ze breken de vierde muur, natuurlijk. Dat vind ik altijd hartstikke goed. Reclame natuurlijk ook. Want product placement ook belangrijk. Leuk krantje. Wat zit er nog meer in? Ik moet even zeggen, het is geen special edition. Het is gewoon de press kit. Ja, het is niet dat dit. Ja, dat je niet denkt dat je dit kan kopen. Ja, dit kun je wel kopen, maar ik had ook gewoon in het bos. er zitten twee. Zetpillen bij? Nee, ik weet niet. Dit is ergens voor. Hier. Die gaan we even. Dit is iets om op te hangen, toch? Maar ja, dat komt zo, denk ik. Dat komt zo. Ik heb hier, dit is wel echt vet. Oh, nice. Dit is apple juice van Joseph Seed. De sectorleider. De sectorleider, dankjewel. En we gaan het gewoon proeven. Ja. Nou, je zou zeggen, is gewoon appelsap. Maar. Er zit prik in. Ja. Het is Duitse appelsap. Ja, maar hij is ook niet heel zoet. Er zit volgens mij niet heel veel. Het kan niet dat daar veel suiker in zit. In ieder geval niet zoveel. Nee, er zit niet zoveel in. Nee, 23 calorieën per 100. Goed. Nou, het is dit, de Devil's Souls. Dit is hot sauce. Dat is hot sauce. Moeten we dit ook proeven nou dan? Ja. Eigenlijk heel hard. Ja. Oké, ik ga dit ook maar even verder. Ja, het zijn allemaal hele Amerikaans-achtige dingen, denk ik. Er zit een lolly bij. Met een soort van Amerikaanse vlag-ish. Met de sterretjes dan niet, maar met streepjes en dingetjes. Ik pak even een ding. Die proef ik zo ook wel even. En dit zijn, even kijken of er hier geen codes op staan. Nee, wat vet. Dit zijn onderzetters. Akeo souffleert even wat ik eigenlijk al niet in mijn klauwen heb. Er zit ook 20% korting bij, zie ik. Ja, ik denk dat er hier dan een code op staat. Oh, niet. 20% korting met 100 club units. Nou, ik snap er geen reet van, maar het zijn onderzetjes met op de achterkant de vlag van Amerika en ik denk een biermerk in, gaan we dat echt zo proeven? Ja, oké. Van in de game, denk ik. Vet. Nou, er zit nog meer hout. En dan onderop is denk ik de. Er zit nog een lolly in. Dus kunnen we allebei een lolly proeven, Pete. Nice! En dan
Oh, wacht even. Er zit ook nog een Cadbury Chomp in. 30 pence. Ik vind hem wel heel Brits, Cadbury. Maar maakt niet uit. Kan ik hier nog meer? Ondertussen zit Peter. God, ja, maar het staat ook almost label. As hot as waar krijg wij. Leuk. Leuk, hè? Nou, wacht. Daar ben je klaar voor? Nee, het is ook echt zo'n grote lepel. Nee, dat is goed. Maar even kijken. Okay, cheers. Lekker. Godver. Oh nee, lekker. Nee. Best kids, sorry. God van de game. Hebben we zo'n... Nee. Of een campagne hebben verkocht. Nee. Ja. Oh, nee, dat is vies. Je mag gewoon nee. Eerlijk zijn. Nee, oh, nou. Het is vies omdat het gewoon een... We hebben gewoon een lepel hot sauce in onze bek douwen. Maar het is wel lekker hot sauce, denk ik. Ja. Nou. Hij is wel echt hot. Dat gaan we zien. Morgen hebben ze weer bij de voedselbank. Maar goed, ik heb een vlaggetje. Leuke vlag hier. Hartstikke. En daar is dit denk ik voor. Dan kan je de vlag daar aan vastmaken. Dan doe je natuurlijk de weerszijde van de vlag. Ja, dat zit ook allemaal... Allemaal zaagsel. Dat is natuurlijk logisch en dat dit geeft heel erg dat rural aan. Ja, ja, ja. Rural. Dat is wel leuk, want dan kun je dus die dingen voor gebruiken om het op te hangen. Maar dit is echt een hele vette vlag. En deze gaan we nu ophangen. Op geen SQ had ik het. Oh, zit. Kijk dan, gewoon de Stars and Stripes, maar dan met Varken 5. Ja, en dan doe je dus deze dingetje, ja, dan... denk ik, zo om de hoek. Maar zit er verder nog wat in? Oh, ja, er zit nog wat in. Ding, oh, er nog één ding in. Hier doen we even een pinnetje in. Ja. Kom je straks terug, oké. Okay. Gaan we ondertussen even verder naar wat hier nog meer zit. Maar je moet graven door het hout. Oh, oh, je moet zo diep. Je moet zo diep. Helemaal... Helemaal leuk. Helemaal zo wat hot sauce. Ja. Godverdomme. Oh, dit is een muismat. Nou, ze gaan ervan uit dat je helemaal op de PC speelt. Ja, tuurlijk. Hè, PC Master Race. Master Race, ja. Wat ik vet. Speel hem ook op PC. Echt? Ja, ik vind het echt heel vet. Ik heb hem nog niet gespeeld, maar ik heb hem voor de Xbox. Zo, die heeft het geld over. Oké, er staat de muis. Ik vind het echt een vette muismat. Ja, het is de... Zit er de art een LED-verlichting op? Nee. Nou, dat speel ik. Dan... Past net niet in de PlayStation. Nee. Nee, het is de klassieke artwork van de game. Het is natuurlijk een beetje het laatste avondmaal. Want je bent niet zomaar een secte. Je heet The Father en er zitten wel wat baptistisch-christelijk-achtige tintjes aan de secte, toch? Je wordt ook gedoopt en zo. Ja, ja, het is zit wel wat... baptistisch, ja. Ja, het is wel, ja. Zit wel God de Vader en zo. Ja, die zit erin, hè. Maar het is natuurlijk Amerika. Maar die zit in ons allemaal. Dus... Halleluja. Dus het... Praise the Lord. Dit is in Amerika, dus dat kan ook niet anders. En nee, het is gewoon Trust ook. Het is gewoon Trust Gaming. Trust Gaming heeft gemaakt. Is ook goede kwaliteit, denk ik. Weet ik niet. We gaan dit ding ophangen. Oké, loop je mee? Er zit er nog wat in. Nee, volgens mij is dat het. Nou, kom, we gaan hem ophangen. Ja. Nou, we hebben een plek gevonden op de muur. Hier hebben we nog precies een witte plek. En waarom lach ik? Je hebt het woord wit maar te zeggen, want ik helemaal in het scheur. Maar goed, ja. Jij de eerste plakker, dan doe je die... Ja, ik denk zo, of niet? Is het vet? Ja, maar ik ben heel slecht in recht hangen. Dus ik ga het gewoon, ik haal de plak. Als ik nou de plakjes afhaal. Ja, maar dan moet je wel voor zo houden. Zet ik nou je middelvinger naar hem op? Ja. Ziet wel. Ja, dat is toch ook goed. Oké. Doe zo. Ja, is goed. Bam. Ongeveer daar. Ongeveer zo. Ja, deze is hebben we dan al. Dat maakt niet uit, je ziet het niet, maar hangt erachter. Dat is waar. Zo, ja. Kutje. Dat ben je helemaal gek. En dan hebben we deze kant en doen we gewoon zo. Op, ja, maar nou, het werkt wel. Het werkt als een, ik vind het als vet. Een cholera. Want dat werkt ook. Miljoenen doden. Nee. Maar, nee, ik moet echt knippen. Kan, nou, oké. Okay. Maar nou, hartstikke goed. Wat vet. Echt leuk. Dankjewel Ubisoft. Echt heel tof. Dankjewel Ubisoft. Ja, nee, maar het is toch aardig. Dat hoef je niet te sturen. Heb je wel gedaan. Top. Ja, ik vind het leuk. Nou, leuk. Ik binnenkort de review op de site. Binnenkort de review op de site gaan we vanavond opnemen. Maar de review staat geschreven al op de site. Oh ja, geschreven dus, review op de site. Dankjewel, tot snel.